even Ajax-Vitesse. Ik vind het leuk om daarbij te mogen zijn. Zit hij weer aan je neus, hè? Ziyech zijn debuut. God, ik ga leren, wat ben jij een vervelende gozer, zeg. En dan om het 7:10, dit was het weekend. Ik wil nog eventjes vertellen dat wij de hele avond te zien zijn. Dus als jullie die lastige presentator zat zijn, kan je gewoon naar Fox Sports 1. Dan schakelen we naar alles. We hebben onder andere NAC Breda tegen Jong PSV. Zo. Wat nou weer zo? Jullie pakken wel uit vanavond. Jullie kopen echt alles, Hans. Ah, joh, je weet helemaal niet wat ik wil vertellen, man. Je wil vertellen dat Sien de Jong een prachtig doelpunt maakt. Is er nog een G-team aan de gang daar? Wilfred, ga jij lekker zelf vertellen dat Sien de Jong schitterend scoorde uit een vrije trap. Mooi aangesneden. Ja. Normaal gesproken zouden we die laten zien. We kunnen hem ook laten zien. Maar omdat jullie zo strontvervelend zijn, laten we hem helemaal niet zien. Nee. Alla City, joh. Ja? Nee. Nee, want dit is wel even heel belangrijk. Ja. Ja? Zie je het, Wilfred? Ja. Hier hebben we wel een draaiboek, hè? Doe je dit niet vanuit je hoofd, dit? Nee, dit doe ik niet uit mijn hoofd, nee. Nou. Oh. En ik ben ook niet te laat. Ja, die vind ik wel leuk. Ja, absoluut. Heel scherp inderdaad. Ja, ja leuk. Heb jij wel eens een keer echt om me gelachen, lul? Nee, eigenlijk niet, nee. Nee. Ik ga nu beginnen, Wilfred. Oké, we stoppen ermee, bedankt. Nee, dag, helemaal niet. Zaterdag om 18:00 beginnen we met dat heerlijke programma De Eretribune. Dan hebben we heel veel wedstrijden op zaterdag, maar we pikken er even eentje uit. Dat is FC Utrecht, PSV om 19:45. Dan zondag om 22:00 de tafel van Kees. Dan hebben we Peter Hubella, de trainer van NEC. Hubella. Oké. Okay. De trainer van de NEC is onder andere te gast bij ons. 00:30 Groningen Feyenoord. Om 14:30 Sparta tegen Ajax. Dan om 17:00 de Community Shield. Leicester City, Manchester United. En dan is het elke zondagavond vanaf 19:50 met altijd Kenneth Perez. Een beetje een overzicht wat we allemaal hebben gedaan in het weekend. Dat is aanstaande zondag samen met Mario Been. En dan om 21:00 hebben we het leven. En we hebben eigenlijk elke zondag om 21:00 een mooie documentaire. En dit keer van de stylist Luc Niels. Hallo? Ja, we waren even weggevallen. Maar goed dat je het allemaal gemeld hebt, Hans. En aanstaande maandag zit je er gewoon weer, hè? Ja, en ik, als het eventueel mee zit, want we hadden beloofd dat we voor Johan 15 stropdassen mee zouden nemen. Ja. We zitten inmiddels op 9 stropdassen. Als ik morgen nog even een uurtje tijd kan vinden, dan gaan we nog 6 horny English style, dus een beetje geile Engelse stropdassen bij elkaar zoeken voor Johan. Begrepen, Hans. Je hoeft hem niet uit te leggen, maar ga door, ja. En ik heb voor jou ook nog eens, en ik heb voor jou ook nog eens strop. Ja. En ik hoop dat je er lang in blijft hangen, pardon. Dan wordt het gezellig maandag, hè? Ja. Hans, doe maandag! Hè? Hij doet al zijn grappen weer van het papier af, net als vroeger, weet je wel. Al zijn grappen heeft hij natuurlijk weer bij elkaar. Ja. Feyenoord wordt kampioen. Ik weet niet of Hans dit lang doet, trouwens. En of Fox dit heel erg... of Fox dit ook echt leuk vindt. Ja, binnenkort staat Helene waarschijnlijk weer. Ja, ja. Nou, dat zie ik ook liever. Ik ook. Zondagochtend om 18:00. René, het is wat voor jou. Ja. Wereldtitelgevecht zwaargewicht. Alistair Overeem tegen Miocic. Miocic. Vraag even aan Leo Oldenburg. Leo, hoe bespreek je het uit, Leo? Ja, die deed het goed. Miocic. Is goed, Miocic. Dan zondag om 10:00. Kan je niet beter iemand anders laten doen, Hans? Als je steeds mensen in beeld erbij had. Ik vraag alleen aan Leo hoe ik het uitspreek. Ja, nou ja, goed. Dat Leo? Heb je goed gedaan. Ik loop wel even naar Leo toe. Leo? Leo is in beeld. Nee, het is niet Miocic. Het is Sietse. Stipe. Wat? Zeg het zelf even. Stipe Miocic. Kom maar. Nee. Het is Stipe Milovic. Miocic. Wat is het nou, Leo? Stipe Miocic. Hoor je zelf ook een keer. De Stipe Milovic. Ik denk dat het gaat lukken, jongens. Wat? Hansi, ja. Ja? Ja. Leuk, dames en heren, daar is hij hoor, Hans K. Junior. Ja. Was je nou op een kabel gaan staan, Hans? Hoe zat dat nou? Nee,
De geluidsjongen is op een kabel gaan staan en ja. Die zit nu bij de tandarts hier om de hoek. Die is zijn voortanden kwijt. Die komt met een klein beugeltje terug. Jij geeft niet de geluidsman de schuld hiervan? Wat zeg je? Ja, dat bedoel ik, maar de geluidsman is weg, dus je hoort het niet meer. Maar wat jij net zei, dat hebben ze hier gemeten met Sivkovic, maar de rest ja. Van de tafel... Ik vind het wel eens lekker als ze ook niet naar jou luisteren. Ja. Blijf zo doorgaan, Johan. Ja, ik weet niet Jan, hoe je voelt. Jan, René. Maar 10,8, ze hebben dat gemeten, dat hij over 100 meter in 10,8 seconden zal lopen, die Sivkovic. En ja, ik vind het ook wel een leuke voetballer, maar hij heeft de boel wel een beetje vergooid, hè, de afgelopen 2 jaar. Maar wat wil je nou maar zeggen dan, Hans? Ja, ik heb ook ik geef jou alleen maar gelijk. Ik heb een mening gevraagd. Nee. Ja, maar Hans, nou, is helemaal goed. Volgens ik doe mij, even het lijstje. Volgens mij, wacht, ik maar, kan nee, helemaal zitten. Voor mij is hij nog steeds 20, of niet? Ja, zoiets, ja. Maar nou, ja. René, ik vind jou een schat van een jongen, maar voor die... Wat heb je nou voor een bril op, Hans? Ja. Je lijkt godverdomme Joep van Dijk wel. Heb je deze letters gezien? Hoe groot die zijn? Ja, dat kan ik echt niet zonder bril lezen. Jij ook niet. Ik kan het hier al lezen. De Spurs. Ja, maar jij hoeft... Tegen Middlesbrough. Maar René, ik vind jou een schat voor de jongen Jan. Johan wat minder. Niet sappel, jongen. Nee, hallo vriend. Ik heb gehoord dat je het met een 87 Israëlische vrouw hebt gedaan. Nou, ik heb het niet gezien, maar Helene, vertel dat. Hansi. Dat gaat jouw serieuze onderwerp. Hé, hey Hans, ja, maar, die man is in het Holocaust Museum geweest. Die is hier in de Weitz geweest, Wiesbeuk. Hey. Sorry, ik heb het alleen van horen zeggen. Maar je hebt de uitzending tot nu toe helemaal niet gezien. Nee, je hebt de uitzending niet gezien. Wij hebben zelf een uitzending op Fox Sports 1. Maar nee, straks knal ik je toch voor je kop, zeg. Dat is toch niet zo belangrijk wat je nou zegt, eikel. Wat dan? Wat dan, Jan? Wat is er gebeurd? Dat je een eikel bent, zeg ik. Nee, maar ik kon het me al niet voorstellen, gezien jouw voorgeschiedenis met Joke Bruijs. Ik denk, jij doet het niet met oudere vrouwen. Oké, Hansie. Niet om jullie te plezieren, ik draai de camera even om. Dus hebben jullie een goed shot van Helene. Helene, waar je ze? Helene. Keer. Hoe moet dit nou aflopen? Dit moet tot het einde van het seizoen doorgaan. Hoe beëindigt dit? Dit kan niet. Ah, zo'n wereld. Helene! Zo'n wereldsman. Ligt Helene dan onder die tafel? Helene. Ja, ze ligt onder de tafel, zeg. Wat is dat nou onzin? Wie ligt onder de tafel? Helene onder de tafel? Ja. Ja. Wat doet die daar nou? Het is een merkwaardig bedrijf, dat zo. Nee. Ja, godverdomme. Als het zo moet, hè? Dat is niet normaal, man. Dat is niet normaal. Maar ik ga ervoor zitten. En die Helene slikt het allemaal door. Ranzig. Ook ranzig als je erbij nadenkt al, hè? Daar zitten wij morgenavond weer naar te kijken. Ja. Godverdomme. Ja. Bij mij slikt het ze niet door, hoor. Nee. Ik denk dat ze bij Fox heel blij zijn met deze bijdrage. Ja, bij mij is. Ja, dit moet echt wordt gewaardeerd. Dat kan haast niet anders allemaal. Je bent toch niet verkouden, Hans? Want je klinkt een beetje, stem is een beetje krakerig. Of? Nee, maar ik luister even naar jullie. Als het ordinair wordt, dan spits ik mijn oren. Ja. Ja. Maar er gaat toch nog veel meer gebeuren. Jij gaat die lijst er zo bij pakken, je bril opzetten en dan ga je toch alles vertellen, of niet? Ja, ik heb een mooi lijstje erbij. Ik hoop dat jullie dinsdag... Van de partij zijn bij de boekpresentatie. Is trouwens een fantastisch boek. 10 dagen op pad geweest met mensen die wat voor me betekend hebben. 10 hele dagen. En wat zeg je? 10 hele dagen. 10 hele dagen, ja. Hoe was het hoofdstuk met Wilfred dan? Die ja, daar zit ik nog steeds op te wachten. Dat is gesneuveld. Ja, gek hè? Ja, ik zit ook, waar blijft hij nou? In dit programma is nog nooit iets ingestudeerd in 15 jaar, maar deze vraag... Is hij gestudeerd? Nee, toch? Nee, die was helemaal niet ingestudeerd. Maar goed. Dit begreep hij ook weer niet. Nee, nou ja, maakt ook niet uit. Hé, wat... Het staat 1-1. 1-1. Wat eerste helft? Nou? De eerste helft ik was... Over. Wat is dat? Nee, maar waarom stond je nou op dan? Ik was met mijn werk bezig. Wij hebben een schakelprogramma. Oh, oké. Okay. Dus dan hebben wij... 10 wedstrijden in de Super League, met onder andere de potentiële
periodekampioen, Jong PSV. Die gaan op bezoek bij RKC. Dat is zo'n leuke competitie, Hans, dat ze dan promoveren en dan mogen ze niet promoveren. Dat vind ik heel logisch. Ja. Ja. Ik heb het niet verzonnen, Johan. Ik heb het niet verzonnen. Nee, ik heb het niet verzonnen. PEC ADO. Was een hele saaie eerste helft. Maar het is in de 46e minuut 0-1 geworden door een schitterende krul van Triboel. En Leo Ollenburg noemt hem Troebel. Ik werd gerectificeerd. Hij heet inderdaad Troebel. En het werd 1-1. Prima goal van Mokhtar. Het begint een leuke wedstrijd te worden. Dus allemaal komen kijken op ons schakelprogramma op Fox Sports 1. Dan hebben wij nog het programma erbij, de hele kaart. Wij beginnen morgenmiddag met de wedstrijd van de tweede divisie, waar Johan altijd heel erg enthousiast van wordt. Ja, dan hebben we de eretribune om 6 uur met Helene en Jan Joost. Om 6:30 is het Leverkusen Dortmund op Fox Sports 2. Om 7:45 Heerenveen PSV op Fox Sports 1. Om zondagochtend 10:00 de tafel van Kees. Onder andere met de trainer van PEC Zwolle, Ron Jans. Om 12:30 Ajax Utrecht, pittig potje. Om 14:30 Willem II Feyenoord, pittig potje. Om 14:30 ook Heracles Twente op Fox Sports 3. Dat is ook een leuke wedstrijd. En om 16:45 is het Sparta tegen AZ. Om 7:10 is het een mooi overzicht van alles wat wij u met Fox Sports te brengen hebben. Dit was het weekend. Dit was het. Ik ga verder met mijn werk. Ik hoef jullie niet te spreken. De groeten. Dit was bij de lokale omroep eruit gegooid, denk ik. Hoor. Ik wil niet moeilijk doen. Maar als we maar lang genoeg wachten, dan komt hij dadelijk wel weer door beeld. Met Helene waarschijnlijk dan, toch? Dat hoop ik met Helene, ja. Helene heeft een wedstrijd. Helene is bij RKC Jong PSV. Helaas. Ik denk dat ze er zelf wel blij mee is, Hans, hoor. Weet je wat stom is? We weten niet eens hoeveel bij die wedstrijd tussen Utrecht en Groningen staat. Want dat meldt hij normaal gesproken altijd, maar dat was hij gewoon vergeten. Anders werden die relevant. 2-0. 1-2. Het is 1-2 staat het op dit moment. 1-2. Maar Hans is zo druk met dit bezig dat hij niet eens weet wat de stand is. Nee, 1-2, Hans. Je dove tolk. Ja, zo inderdaad, ja. Oh, ja. Oh. Goed, man. Zullen we gewoon stoppen nu? Het is mooi. Het is mooi geweest. Nee, we gaan verder. Aanstaande maandag zit hij hier weer aan deze tafel. Fijne gedachte toch, nu al, of niet? Hans Kraaij junior. Die heeft een eigen tv-show. Eigen programma. Althans, hij is onderdeel van een nieuw programma op de vrijdagavond bij Fox. Ja. Want als het misgaat morgen tussen KPN en Fox, dat de komende tijd helaas niet door iedereen te zien is. Maar kijk, daar staat hij gewoon. Hoe is het, Hans? Laaienlichters. Zet op zwart, jullie klootzak. Weg ermee. heb je last van je oor of zo, Hans? Wat is er? Nee, het oortje doet het niet helemaal. Dus ik heb nu een soort mini walkie-talkie in mijn oor. Over. Het ziet er lullig uit, moet ik zeggen, hoor. Maar ja. Ja, als ik het loshoud, dan ligt hij op de grond. Trouwens, ik wou Jan even een goede avond wensen, mijn grote vriend. Hansie. Afgetrainde jonge god. Als je dat maar weet. Zo is het. Gozer. Laat ze lekker het heen en weer krijgen aan tafel allemaal. Ja. Heb je nog ondeugende dingen gedaan de laatste tijd, Jan? Ja. Nog in Rotterdam langs geweest? Ja, ik ben even langs geweest. En? Ja, goot het maar uit, Hansie. Erop en erover? Erop en erover. Hop, hop, ja. Hop, erop. Ja. En hier zou ze KPN nu al zwart kunnen zijn? Ik wilde net zeggen, zijn er echt mensen zijn die daarvoor betalen, Hans, wat je nou aan het doen bent, of niet? Nee, ik toch? Ik heb geen flauw idee, Wilfred. Nee, maar je gaat ons even melden, staat nog steeds 0-1 of 1-0 voor PEC, of niet? Ja, toch? Ja, het is 0-1 voor PEC en dat is dik en dik verdiend. Oké, en wat doe je? Je bent verder aan het schakelen, hè, met allemaal andere wedstrijden enzovoort. Cambuur 1-1, hoor ik. Ja, wij schakelen met de Jupiler League. Onder andere zien we dat, waar jullie het net over hadden, Peter Bos is helemaal afgereisd naar Venlo om zijn zoon aan het werk te zien, Gino Bos, die bij Cambuur speelt, maar die zit op de bank. Dat had hij met Westerman ook beter kunnen doen. Ja,
Dat was goed. Willen jullie nog verder nog wat weten? Nee, bedankt. Nee, wat? Oh, nee. Ho, 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 ho! Oh. Wat? Nee. Nee, ik moet nog even ons programma voordoen. Oh. Ah, laat zitten, joh. Ja? Maar Hans, is jouw die sponsor die jou nu een nieuwe Porsche gegeven heeft... Ik heb geen Porsche. Is hij niet ontevreden dat jij niet dat gesponsorde truitje aan heeft? Want Jan heeft jouw maat aan. Ja, nee. Ja, ik heb wel gevraagd. Ja, nu zie ik het ook, Johan. Jan. Hoe kun jij dat nou zien, jongen? Wij hebben hier ook tv bij Fox Sports. Overzicht van een konijn heb je. Jan, geef dat truitje aan mij. Ik ga nou weer niet van die lolwalen vertellen. Geef dat truitje aan mij van DLM en neem jij een beetje grotere. Hé, hey, Jan. Nou, zo lachen ze te pletteren hier ook. Hou op. Maar ik denk die leasemaatschappij, van ons wel. Doe je programma een keer. Schiet op, jongen. Ben ik in beeld? Ja. Nee. Tot zover. Hans K. Junior, Fox Sports, Amsterdam. Dank Jans. Bedankt, was goed. Nou, je kan de RTL-directie wel mee leven, denk ik. Denk ja, tuurlijk. Jawel. Ja. Goed, Jan. Helenius. Hans, dat snapt helemaal niemand. Dat is de eindredacteur. Dat snapt toch helemaal niemand thuis. Als jij Jan Helenius steeds gaat noemen, dan denken ze allemaal... Wie is Jan Helenius? Oké. Ja. Wilfred, knippen we dat eruit. Ja. Parallel. PSV gaat ook dit seizoen overwinteren in de Champions League. Ja of nee? Hij staat nog steeds te liften. Het is een beetje Toon Hermans dit, hè? Zo. Alles klaar? Zulke baasjok dit doorheen, hè? Ken je die aflevering dat Toon Hermans op dat podium gaat staan wachten tot dat record gebracht wordt? Dit is het een beetje, inderdaad, ja. Komt hij nog terug? Waarschijnlijk wel. Ongetwijfeld. Ja. Het is ook een gebeurtenis ook, hè? Probeer je het voor te stellen dat dit op de BBC zou gebeuren? Nee, dat kan je niet voorstellen. Dat die linnenkraan in zo'n pijn komt. Oh. Yeah. Nee, je moet niet gek opkijken dat die daar nog eerst een blote reet langs gaat. Ja. En Helene nog bij. Ja. Nee, maar je kunt je voornemen om rustig en zakelijk met hem te doen. Volstrekt kansloos. Dat je bent kansloos. Ja. Hans, goedenavond. Goedenavond. Houd het alles moet beschaafd blijven. Binnen de beleefdheidsregels zou dat heel fijn zijn, ja. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, we hebben het over dat gouden elftal, hè, van Fox Sports. Dan gaan we naar de beste rechtsbacks van de afgelopen 60 jaar, het gouden elftal. De vijf namen zijn Benny Wijnstekers, Michael Reiziger, Erik Gerets, Wim Suurbier en Barry van Aarle. En mijn bescheiden mening is dat Wim Suurbier by far de allerbeste is. Ze zeiden wel eens van, zet de hekken open en loopt hij zo de parkeerplaats op. Maar ik vond het een moderne rechtsback. 7 keer kampioen geworden met Ajax, 3 Europacup, 1 gewonnen. WK-finale 74 en er wordt heel veel op Feyenoorders gestemd. Dat pleit voor de Feyenoord supporters. Maar Wim Suurbier met dat fantastische rechterbeen is voor mij de allerbeste. Maar Hans, je geeft het nu eigenlijk zelf wel een beetje aan. Ik bedoel, die Feyenoorders zijn zo dominant. Jullie kunnen net zo goed stoppen met die rubriek. Wij hebben het elftal even samengesteld. Het gaat er gewoon zo uitzien. Kijk even mee. Helemaal goed. Dit wordt het elftal. Dit wordt gewoon het gouden elftal wat ze gaan kiezen. Kijk, Pieter Schaafland staat er natuurlijk op de goal. Achterin Raza, De Wolf, Ferry de Haan en Ben Wijnstekers. Op het middenveld Van Hanegem, Lucius, Boskamp. Voorin Moulijn, Cruijff is een Feyenoordperiode en Cor van der Gijp. Jullie kunnen beter stoppen joh, met die rubriek. Dit wordt hem toch gewoon. Dus dat is hem. Dit is hem, hè? Stond Jan er ook in? Missen nog een paar. Jan, wie mis jij dan, Jan? Wim Jansen, Binnenveld. Mis je die ook, heel serieus? Was hij beter dan Steen Lucius? Ja? Hans, het gaat zover. Ik weet zeker, als je Johnny van der Beukering erbij zet bij die 5 voor de spits... wordt Johnny van der Beukering gekomen. Johnny in de basis, ook dat nog, ja. Daar kun je echt van uitgaan. Ook dat nog. Maar Wim Suurbier, daar zijn jullie toch wel mee eens dat hij de beste is? Erik Gerrits, die moeten we ook wel serieus nemen, Hans. Hè? Dat was ook een uitstekende back.
Ja, ja. Maar ik zou ook voor Zuurby kiezen, hoor. Maar ja, jij moet toch als voetballer en als coach en als jassengooier... moet jij in... moet je toch protest aantekenen wanneer Benny Wijnstekers... gekozen wordt tot beste rechtsback van Nederland. Dat is toch niet serieus te nemen? Nou ja, maar ik ben ook... Ik ben erop ingesprongen. Ik vind Wim Suurbeer op alle gebied mooi. Want ik vond het een moderne rechtsback. En ze zeggen slechte voorzet, had een goede voorzet. Had een goed rechterbeen. En René, jij hebt met hem gedoucht. Hij had ook een goed middelste been. Dat is de enige verdediger waar vier duiven op zijn stok konden. En die konden nog fladder ook, of niet? Maar wil jij nou heel netjes zeggen dat Wim Suurbeer een grote lul heeft, Hans? Nou, ik zou zeggen, ik zeg wel eens tegen Wilfred, denigrerend, paardenlul. Maar als je dat tegen Wim Suurbeer zegt, dan zegt hij dankjewel. Hans, beleefdheidsregels. En, daar hou je aan hier. In dit programma hou je aan je beleefdheidsregels. Ja, dat is goed, joh. Paardenlul. Ja, dat bedoel ik maar inderdaad. Ja. Jij, Hans Kraaij, kun jij het even uitleggen wat Nederland moet doen morgen? Nou, heel goed de best doen, want ze gaan toch niet naar het WK. Oh, dankjewel, Hans. Nou, tot zover. Nou, daar zullen ze volgens blij mee zijn met deze tekst. Ja, nou goed, jullie hadden het net over, ik hoor jullie trouwens heel slecht, jullie hadden het net over met Jan. Gelukkig gaat het goed, weer beter met Jan. Ik was vanmiddag bij Oude Kraaij, die jullie allemaal goed kennen. En daar gaat het gelukkig ook weer een stukje beter mee. Dus Johan, René, jullie moesten het hartstikke goed hebben. Als hij had geweten dat Aad was, Aad ook. En geloof het of niet, Wilfred, jij krijgt ook de hartstikke groeten van hem. Hij was nooit zo gecharmeerd van je, maar op de een of andere manier... Alles is vergessen und vergeben, Willy Fred. Nou, dat is hartstikke mooi om te horen. Doe hem hartelijk groeten terug. Je weet, ik heb nooit moeite met je vader gehad. Ik geloof dat het omgekeerd iets anders lag, ja. Hij ging ook een beetje doorslaan vanmiddag. Want hij zei ook, zeg tegen hem dat ik hem die gouden televisiering gun. Dan zou dat wel de enige kraai zijn die jou dat gunt. Lul. Ja. Dan heb ik nog niks gezegd, hè. Moet je nagaan. Is hij al zo bezig. Maar en hij is jarig vandaag trouwens, wist u niet? Hans Kraaij. Ja. Ja, klein Hansie. Hansie. Ja. 58 al, hè? 58? Zou ik niet 50? Ja. Nee, die ziet er nog fit uit. Maar ja, die staat ook nog iedere avond op het trainingsveld natuurlijk. Ja, ja. Ja, dan is er bij jou een tafel. Ga je nog iets bijzonders doen met hem zondag? Taartje erbij en zo? Nou ja, nu je het zegt. Misschien kunnen we een kok inhuren een keer. Dat is leuk misschien. Ja, misschien kan hij wat koken daarvoor hem? Dat is wel leuk. Nou, Helene is er ook bij aanwezig bij het feestje van Hans natuurlijk op dit moment. Is het groot feest daar, Helene? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, jullie zeggen net dat hij jarig is. Dat wist ik helemaal niet. Dus ik heb hem net even gefeliciteerd en doe ik dadelijk nog eventjes. Dat heb je in die tussentijd gedaan, dat heb ik dat nu, zeg. Ja, hij staat, ja, maar je kan hem niet zien. Oh, het interesseert hem geen reet. Het interesseert hem geen reet. 58, man, prachtige 58, leeftijd, Hans. 58? Laat me hangen. Hij wil niet komen. Nee, hij wil niet komen. Nee? Jonge god natuurlijk nog, hè. Maar jullie vieren geen feest dus daar? Geen gezelligheid? Ja, we hebben wel broodjes kroket, maar daar houdt het dan bij op. Die oliebollen die liggen volgens mij nog in het vet. En voor de rest, Hans, heb je iets meegenomen? Jullie kunnen hem niet zien, lama. Nou, we horen hem genoeg, hè. Nou, barst me los dan. Wat heb je voor ons?